U heeft de verwijzing gekregen om de verstandskies te laten verwijderen van uw tandarts. Dat is een ingreep die doen we onder lokale verdoving. Een paar prikken, dat wel, maar het werkt altijd heel goed. U krijgt een beetje doof gevoel in de onderlip of in de tong. Dat is een teken dat de verdoving goed werkt. Tijdens de ingreep kunt u gewoon vertellen of zeggen als er iets is of anders moet. Meestal dekken we het gezicht even af met een doek om een beetje schoon te kunnen werken, maar ook om de felle lamp uit de ogen te halen. Om de kies te verwijderen moet er vaak wel wat ruimte gemaakt worden door het tandvlees rondom de kies ietsjes aan de kant te schuiven. Dan kan met enige druk soms geprobeerd worden de kies los te duwen. Vaak komt die al omhoog en kan dan al verwijderd worden zonder te hoeven boren. Hechten doen we alleen als het nodig is bij een los flapje, maar dit is zeker niet altijd het geval. Als de kies toch wat vaster zit of wat meer gekanteld is, wordt met een boordje wat meer ruimte gemaakt door iets bot weg te slijpen rondom de kies. Met een duw in de goede richting kan het element dan verwijderd worden. Meestal wordt het wondje dan wel gehecht. Zit de kies te diep of gekanteld om er in één keer uit te komen, dan kan het handiger zijn om het element te splitsen. Ook dan wordt het bot iets verlaagd en vervolgens wordt de kies in enkele losse delen geslepen, zodat deze gemakkelijk verwijderd kunnen worden. De hechtingen lossen in enkele dagen na de behandeling vanzelf op. Natuurlijk is elke kies en iedereen anders, maar achteraf valt het vaak reuze mee. We plannen ongeveer 15 minuten voor de ingreep.